Ja, hallo allemaal en super tof dat jullie weer kijken naar een Insta Live op mijn account. En dat gaan we vandaag doen over het thema Black Lives Matter. Want sinds de dood van George Floyd in de VS zijn over de hele wereld mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen racisme, tegen politiegeweld en tegen systematisch racisme, institutioneel racisme. Ook in Nederland zijn heel veel mensen de straat op gegaan. Dat begon in Amsterdam en we zagen het de afgelopen dagen ook in Rotterdam, in Den Haag. Vandaag is er een actie in Utrecht, morgen ook weer in Nijmegen. Dus ook in Nederland heel veel mensen die zich uitspreken tegen dat racisme. En ik ga daarover in gesprek met twee jonge meiden, twee jonge vrouwen die deel hebben genomen aan die acties, die op social media een enorm platform al hebben opgezet. En ik ben heel erg benieuwd om van hen te horen hoe zij deze weken ervaren, waar zij tegenaan lopen in de Nederlandse samenleving en waar ze ook kleine lichtpuntjes zien voor verbetering. Maken met hun Instagram account en dan gaan we daarna de dames uitgebreid voorstellen. Want ik ben echt heel erg onder de indruk van wat zij de afgelopen week al allemaal hebben laten zien. En daar zijn ze. Hallo, goedemiddag. Hoi. Zouden jullie misschien even kort willen voorstellen aan alle mensen die al aan het meekijken zijn? Ja hoor. Ik dacht net ja. Ik ben April Joffrey. Ik ben de creator van hashtag Say Their Names March op Instagram. Hashtag Say Their Names NL op Facebook. Ik ben Moenja, ik ben 20 jaar. Ik zit in het organisatieteam en ik help April eigenlijk met van alles en nog wat. Vooral het creatieve deel en het promotiedeel. Ik studeer geschiedenis aan de Erasmus Universiteit. En vandaar dat ik zo gemotiveerd ben ook om dit te doen. Ja, oké, ja, super tof. Jullie hebben inderdaad vorige week een Instagram-account opgezet. Nu al duizenden volgers die jullie volgen. Echt heel indrukwekkend. Wat ik heb begrepen, April, is dat jij zag die dood van George Floyd en alles wat er achteraan kwam. En jij hebt al veel vaker gedacht, ik wil me uitspreken. Ik wil mijn stem laten horen voor mensen van kleur, voor jonge mensen, voor jonge vrouwen. En jij dacht vorige week, ik moet nu echt wat gaan doen. Ik wil ook hier in Nederland wat doen. Je kwam in contact met Kick Out Zwarte Piet, coördinatieteams van de acties in Den Haag en Rotterdam. Je bent er ook bij geweest, maar je hebt daar ook gesproken. Wat voor een bizarre, heftige week moet het voor jou zijn geweest de afgelopen dagen? Kun je er wat over vertellen? Ja, het ging allemaal zo snel. Het begon ook gewoon echt met mijn vrienden connecten om te zeggen, ik wil echt een protest organiseren voor wat is gebeurd deze week, want ik vind echt niet meer kunnen. Nee. Want precies hetzelfde was gebeurd in 2014, toen ik het voor het eerst zag. En dat ik het nog een keertje moet zien in 2020, dat vond ik echt niet nergens op slaan. Ja. Toen een paar van mijn vrienden waren van, oké, laten we het doen. Toen hebben we deze gepromoot op Facebook, op Twitter, op Instagram, overal. Allemaal mensen zijn erbij gekomen, inclusief Moenja. Ja. En nu zijn we best wel een groot team. Iedereen is heel gemotiveerd om mee te helpen om een bijdrage te leveren. En zijn de meeste mensen die achter jullie account betrokken zijn allemaal jonge mensen of is het heel verschillend? Het zijn vooral jongere mensen, maar er zijn ook wat oudere mensen in onze groep. Waar ik heel blij om ben. Zo van inclusiviteit. Ga je gang. Nou ja, het is handig dat je zoveel verschillende leeftijden hebt natuurlijk, omdat je dan oudere mensen hebben meer levenservaring, maar er zijn jongere mensen die super creatief zijn en heel veel nieuwe ideeën hebben en meer gefocust zijn op wat ze willen voor hun eigen toekomst ook. Dus het is fijn als ze hebben. Ja, super. En ik heb ook wat oudere mensen dan jullie gesproken die ook zeggen, ik word ook wel weer echt door de jonge generatie echt geïnspireerd om zelf ook weer de straat op te gaan. Want het is natuurlijk inderdaad heel triest dat we anno 2020 nog steeds met elkaar de straat op moeten tegen deze vormen van racisme. April, jij hebt niet alleen maar die account opgezet met hulp, maar bent ook een van de sprekers geweest bij het protest in Den Haag. Kun je vertellen wat heb je daar verteld aan alle mensen die op dat Malieveld stonden tijdens dat indrukwekkende protest? Nou, speech ging vooral over, het was vooral gericht op de zwarte jonge vrouwen die hetzelfde hebben meegemaakt ongeveer als mij, die lijken op mij, die ook mensen die niet echt van zichzelf houden, niet veel zelfliefde hebben, wat we meeste van ons niet echt hebben, maar ik wou ze gewoon een beetje inspireren van, je bent het waardig, je moet niet slecht over jezelf voelen omdat je hierin bent geboren. Want het is gewoon iets dat we allemaal hebben. Alleen,
jammer genoeg moet de maatschappij ons anders behandelen dan de rest. Ja, want kunnen jullie daar misschien iets over vertellen? Kijk, ik ben heel bevoorrecht, want een blanke jongen die opgroeide in Nederland. En ik heb laatst zelf wat verteld over homohaat, maar dat is echt niet te vergelijken met wat jullie tegenkomen. Kun je wat vertellen over ja, wat voor soort racisme, bewust of onbewust, maak jij mee van dag tot dag? Soms zijn er mensen die heel vies naar je kijken zonder dat je überhaupt iets hebt gedaan. Mensen die vooroordelen over je hebben, dat ze denken, ja, zij is heel erg gemeen, ze kijkt echt vies naar mij, zulke dingen. Soms word je echt gewoon woorden genoemd, word je aap genoemd of een slaaf of een nog wat. Echt aap of slaaf, dat zijn dingen die mensen tegen je zeggen? Ja, ik wist nog dat ik vroeger op middelbare school in de klas zat. En dan gingen mensen dingen me napraten of zo. En dat zeiden ze het N-woord tegen mij. Zeiden ze nee. Zulke dingen. Ja, en wat doet dat dan met je? Sluit je je daarvan af of is het... Deze dagen sluit ik me best wel van af. Vroeger maakte het me nog wel boos of verdrietig. Maar als je zulke dingen echt vaak genoeg hoort... dan uiteindelijk ga je een beetje insensitiever van door worden, ja. Ja, ja. Ja, ga je gewoon, Moenja, je wil volgens mij ook wat zeggen of niet, ja. Nou nee hoor, ik was gewoon aandachtig aan het luisteren, maar het is zeg maar, wat ik belangrijk vind om hierbij te vermelden, is dat het zeg maar, het is niet alleen maar iets wat aangekaart zou moeten worden door de zwarte community in Nederland, want het is een gevecht dat iedereen eigenlijk aangaat. En, ja. Het is vervolgens ook niet alleen maar iets wat van wit naar zwart gaat. Dus ook vanuit ik ben bijvoorbeeld Noord-Afrikaans, maar ja. En dat is, daar zijn er niet zo heel veel zwarte mensen in Noord-Afrika, maar daar heb je wel hele heftige racisme naar zwarte mensen over. Dus het is een soort van globale issue dat zeker. Iedereen aangaat. Ja, ja. Ik zie trouwens ondertussen dat er zit één iemand heel boos te doen in de chat. Ik zou een tip aan hem. Ga lekker wat anders doen. Wij zijn hier gewoon met elkaar aan het praten over een heel belangrijk thema. En iedereen die me net even corrigeerde, helemaal terecht. Ik moet natuurlijk het woord wit gebruiken in plaats van blank. Ik maak helaas ook die fout nog te vaak. Maar des te belangrijker dat ik nu met deze twee jonge vrouwen in gesprek ben over dit belangrijke thema. Er was natuurlijk afgelopen week heel veel te doen over het protest op de Dam. Ik vond het indrukwekkend om te zien hoeveel mensen daar waren, maar helaas ging het gesprek vooral over dat het te druk was binnen de anderhalve meter. Gelukkig zagen we eigenlijk meteen in de dagen daarna die hele indrukwekkende protesten ook in Den Haag en Rotterdam. Ik zei net al vandaag Utrecht, morgen Nijmegen. Kun je wat vertellen over wat het met jullie deed als je daar op het Malieveld in Den Haag staat? En nou, daar waren ook duizenden mensen, allemaal netjes volgens de coronaregels. Hoe voelt het om daar dan met zoveel mensen te staan? Wat doet dat met je? Het was echt gewoon heel mooi om te zien, want ik heb volgens mij nog nooit zoiets gezien in Nederland, vooral dat zoveel mensen van kleur, zoveel zwarte mensen, ook witte mensen die als allies staan, dat ze allemaal supportive waren over de movement. Ja. Heel mooi om te zien, vooral in Nederland. En heb je daar nog protestborden gezien of mensen gesproken die je ook echt hebben geraakt in Den Haag of in Rotterdam? Ja. Mensen die naar me toe waren gekomen over mijn speech bijvoorbeeld, dat ze zeiden, ja, ik ben echt heel erg geraakt door wat je hebt gezegd, dat is heel mooi. Ja, ik ben gaan huilen. Mensen die in mijn DM zijn gekomen, vooral op deze page, dat ze zeggen, ja, ik vind het heel leuk wat jullie hebben gedaan. Ik vind het heel leuk jullie initiatief. Echt heel mooi om te zien. Ja, gaaf, gaaf. En hoe doe je dat normaal, weet je? Want nu bij die grote protestacties spreken voor zo'n grote demonstratie is natuurlijk super spannend. Maar hoe kan je in het dagelijks leven met mensen het gesprek aangaan over het thema racisme? Heb je daar tips voor? Ik zou zeggen, als je met iemand wilt praten die er open voor is, zou je dat gewoon vooral moeten doen. Gewoon een normaal gesprek openen. Kom gewoon met iets normaals. Iets wat banaal. Gewoon om het ijs een beetje te breken en het gesprek te starten, ja. Ja, want we hadden van tevoren, kregen we heel veel vragen ook binnen via de chat al. En ik moet even spieken, maar Fons en Ruben, die vroegen, hadden eigenlijk allebei dezelfde vraag. Wat kan ik dan als wit persoon doen om racisme te stoppen? En wat kan ik doen richting andere mensen? Hebben jullie daar tips en ervaringen voor? Nou, ik vind zelf, zodra je erkent dat je als wit persoon beschermd bent in de maatschappij door je huidskleur, dat je
Je mag daar best, daar mag je best gebruik van maken. En op het moment dat je, of in het, gewoon in het openbaar ziet dat iemand wordt aangesproken op basis van zijn huidskleur, of zijn achtergrond, of zijn religie, of zijn seksualiteit. Als wit persoon vind ik dat je de verantwoordelijkheid hebt om daar iets over te zeggen. En weet je ook, social media is een geweldig platform om gewoon zelf actie te ondernemen en assertief over te komen en een gesprek te beginnen. Ja. En weet je, als je wit bent, kun je je mede-witte mensen motiveren om dat ook te doen. Dus ja, het is makkelijk om naar witte mensen te luisteren als je als wit persoon in Nederland. Dus, ja, precies. Ik ben zelf altijd heel erg weer onder de indruk van als ik gewoon feiten en cijfers uit onderzoeken krijg. Hè. De Epo vertelt net een paar dingen die zij gewoon dagelijks of wekelijks meemaakt. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld discriminatie op de arbeidsmarkt. Hè, het feit dat witte mensen met een strafblad gewoon 5 keer vaker worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek dan mensen met een kleur of mensen met een Arabisch klinkende achternaam die geen strafblad hebben. Dat is echt shocking. En ik, ja, weet je, heel veel mensen komen dat elke dag niet tegen. Dus we moeten dit ook blijven vertellen, zodat het langzaamaan dat besef doordringt. En ik ben wel heel benieuwd. Gisteren hadden we een debat ook in de Tweede Kamer en daar zei Geert Wilders, zei al die Nederlanders die zich vreemd voelen in hun eigen land, die worden pas gediscrimineerd. Ik ben heel benieuwd wat dat met jullie doet en wat jullie tegen Geert Wilders zouden willen terugzeggen als je dat in jullie gezicht zou zeggen. Wat ik tegen Geert Wilders zou zeggen. Ten eerste dat dat niet klopt. ten tweede dat het, weet je, Geert Wilders, en vooral als politicus vind ik niet dat het is heel belangrijk om te realiseren dat je als politicus ontzettend veel invloed hebt. En dat is niet alleen in de Tweede Kamer en dat andere Kamerleden je horen spreken, maar ook jonge mensen die zien dat en die volgen dat allemaal. Ja. En het is niet eerlijk om dan, vooral wanneer we het hebben over discriminatie en racisme, dat je dan zegt van ja, witte mensen die voelen zich gediscrimineerd in hun eigen land, want dat is niet zo. Het gaat niet om witte mensen, het gaat om ons allemaal. En het gaat erom dat je als wit persoon meedoet aan het gesprek, dat je meedoet aan ervoor zorgen dat we in een eerlijkere wereld kunnen leven. Ja. En ik ben daarom ook heel blij dat u dit aangaat zo met ons zo'n live, want ik vind dat de politiek daar ook wel meer aan mag doen. En niet wanneer 5 december eraan komt. En dat nee, precies. Ja. Maar dat moet vaker gebeuren. Ja. Ik voel me nu wel echt stik uit nu je u tegen mij zegt. Dus dat is zeg maar gewoon je alsjeblieft. Maar dat is, toch even over 5 december. Want dat is iets waar ik me altijd ontzettend over heb verbaasd. Ik zit zelf nu 3 jaar in de Tweede Kamer. En die discussie over Zwarte Piet loopt natuurlijk al heel lang. En politici in Den Haag zeiden altijd, het is niet aan de politiek om daar wat van te vinden. Het moet een maatschappelijke discussie zijn. En ik vind zelf, de politiek moet luisteren naar de discussie in de samenleving, maar moet ook op een gegeven moment oplossingen komen. Dus ik heb vorig jaar in een video me uitgesproken voor verandering van het Sinterklaasfeest, zodat iedereen eraan kan meedoen. Gisteren heeft premier Rutte voor het eerst ook gezegd dat hij ook ziet dat Zwarte Piet moet veranderen. Vinden jullie dat soort symbolen, noem ik het dan maar even, dat die wel ook echt belangrijk zijn voor de emancipatie van zwarte Nederlanders? Ja, ik vind het wel belangrijk dat je als politicus bijvoorbeeld dat je uitspreekt over zulke dingen. Maar het moet niet een één keer ding zijn. Dat je zegt, omdat het nu bijvoorbeeld nu is de tensie heel hoog voor iedereen. Ja. Alle protesten zijn bezig. Dus dan denk je, oh ja, dit is de perfecte opportunity om dit nu te gaan zeggen. Ja. Zelfs als de tensie laag is, niemand boeit het en zo, moet je zulke dingen al uitspreken. Ja. Dat is de enige manier hoe je dingen gaat veranderen. Precies, ja. Ik vond het heel indrukwekkend om te zien al die zwarte vierkanten op social media, maar dan is het niet klaar. We moeten wel echt doorgaan nu naar deze. Wat zouden jullie aan mij en aan andere politieke partijen in Den Haag willen meegeven? Wat verwacht je van ons na al die protestacties deze week en die waarschijnlijk ook nog dagenlang door zullen gaan? Voor de druk op, zou ik zeggen. Want de politiek en de Tweede Kamer en de premier, ze zijn er niet voor zichzelf, weet je. We zitten allemaal in een sociaal contract en de politiek bestaat zodat het land goed geregeerd kan worden. Ja. Het gaat om individuen. Het gaat om ons allemaal. Dus wat ik zou zeggen is,
wanneer we het hebben over campagne voeren of speeches geven of whatever. Maak het niet om jezelf, maar maak het om ons. En wanneer ik zeg ons, dan bedoel ik niet alleen de witte man of vrouw, maar echt ons allemaal. Allemaal, ja. Ja. April? Ja. Ik vind, ik ben ook gewoon eens met wat Moeja zegt. Uiteindelijk, het gaat om dat we allemaal gelijk zijn. Dus ik vind dat etnisch profileren helemaal weg moet. Het moet echt gewoon verdwijnen van de aardbodem. Ja. Ik vind dat er meer moet gelet worden op politie. Want bijvoorbeeld bij de protesten waren ze ook niet per se de aardigste. Ze waren ook een beetje veilig aan het doen en zo. Ik vind dat daar ook meer op gelet moet worden. Want ik vind dat politie is niet boven de law, dus niet boven de wet. Ik vind ook niet gelijk met de wet. Ik vind dat ze de wet uitvoeren. Ja. Ja. Dus ze zijn precies net als ons. Ze moeten gewoon zich houden aan de wet. En als ze daar niet aan wordt gehouden, als je niet respect voor elkaar kan tonen, dan vind ik, ja. Ja, 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 precies. Ja, dus etnisch profileren bij politie, maar ook bij andere overheden. We zijn natuurlijk nu ook in een hele discussie over de Belastingdienst, hoe die de afgelopen jaren met mensen om is gegaan. Dat erkennen dat er gewoon onbewust en bewust gewoon heel veel racisme en discriminatie in het systeem is geslopen. Dat bespreekbaar maken en het ook hard aanpakken. Ja, dat bijvoorbeeld mensen van kleur een lagere advies krijgen, gewoon omdat. Ja. Ja, want hoe is dat, er was volgens mij Glenn Faria die dat afgelopen week bij Bo zei, hè, van it starts with education. Hoe zorgen we ervoor dat jonge kinderen die in Nederland opgroeien, die naar school gaan, ook daar leren hoe ze hiermee om moeten gaan, dat er sprake is van racisme, dat je dat ook zelf kan doorbreken. Wat zouden jullie willen meegeven aan het onderwijs, wat we daar anders en beter kunnen doen? Het onderwijs moet echt gewoon... vaak hebben leraren hebben een beetje een vooroordeel van hun leerlingen. Dus meerdere leerkrachten vind ik moeten nakijken op leerlingen hun werk. Zodat je wat meer een gelijke beeld hebt ervan. Als je bijvoorbeeld een leerkracht hebben die misschien iets tegen Marokkanen heeft. Maar weer van, ik weet niet, blanke, witte mensen houdt. Ja. Die weer van witte mensen houdt, dan heb je al een beetje een voorkeur voor iets. Dus dan ga je al makkelijker iets toewensen aan de ander en minder toewensen aan diegene. Dus dan vind ik dat je meerdere mensen op zoiets af moet sturen. Ja, meer ja. advies geven aan een leerling. Ja, precies. Niet alleen docent hoor, maar ik vind dat het curriculum ook best wel mag veranderen, want we hebben het, ik ga nu spreken als historicus in spe. Als ik terugdenk aan mijn geschiedenislessen op de middelbare school, dan was dat altijd heel erg gefocust op witte geschiedenis. En het was altijd heel gefocust op, als we het bijvoorbeeld hadden over imperialisme of kolonialisme, dan hadden we het nooit over de gevolgen voor slaven per se. We wisten dat er een slavenhandel was en dat het heftig was, maar waar is die kant? Waarom precies. Wordt dat? Ja. Dat mag. Want dat is waar het begint eigenlijk. Ja, ja. Niet alleen vertellen dat wat die slavenhandel, dat daar mensen achter zaten met verhalen. Maar ook denk ik de impact die dat slavernijverleden nog steeds in de hedendaagse samenleving heeft. Want het werkt gewoon door. Dat kunnen we niet ontkennen dat gewoon zijn impact nu nog steeds heeft. En als je dus niet kinderen leert over allebei de kanten van de geschiedenis, dan is het ook heel moeilijk om te snappen welke patronen er nu nog zijn en dat we die met elkaar moeten doorbreken. Dus dat is een heel goed punt ook, ja. Hey, en jullie gaan zo meteen naar Utrecht, want ik kan echt nog uren met jullie doorpraten, maar laten we dat niet doen. Wat gaan jullie doen vandaag in Utrecht? Hebben jullie een protestbord gemaakt? Zo ja, wat staat er op? Of waar kijk je naar uit? Ja, ik ga naar Utrecht. Ik heb al een paar dingen gemaakt. Dit is een oude schilderij van mij, want ik ben ook schilder. Cool. Mooi. Dit was een beetje een tribute voor mensen die... Wie dat in de nachtclubs werken en zo, vooral zwarte mensen, dat ze daar minder wordt behandeld. Dat ze niet goed letten op hun en zo. Wie dat, een sekswerker, hun baan is best gevaarlijk, maar ze hebben veel bescherming in het werk. Ja. Dat heb ik ook op de achterkant dat geschreven, Black Sex Workers Live. Ah, cool, cool.
Mooi, mooi, mooie kleurrijke boodschap. Ja. En jij, en moet jij, ga jij ook naar Utrecht vandaag? Of doe jij alle socials ondertussen? Ja, maar nou, weet ik niet. Ik wil heel graag gaan, maar ik heb heel veel papers die ik nog moet schrijven. Dus ik moet nog even afwegen. Je kunt niet overal bij zijn. Nee, dat is een... Maar jullie werk gaat wel gewoon door natuurlijk. En ik zag in de chat ook al, we hebben niet eens alle steden genoemd waar acties zijn. Want er was ook in Groningen al een hele mooie actie. Tilburg is ook binnenkort. Dus iedereen die graag ook de straat op wil om zijn stem te laten horen, hou natuurlijk 1,5 meter afstand. Maar je kunt ook op die manier gewoon je stem tegen racisme laten horen. Misschien nog even 1 keer voor iedereen die kijkt, wat is jullie account op Instagram? Zodat we jullie allemaal massaal gaan volgen en jullie goede werk kunnen blijven volgen de komende tijd. Ons account is Say Their Names March. Say Their Names March. Precies. En in een week tijd duizenden volgers. Allemaal jonge mensen die door jullie geïnspireerd zijn. Echt groot applaus voor April en Munja. Dank jullie wel dat jullie dit met mij wilden delen. Keep up the good work. En ik beloof jullie, wij gaan in Den Haag vanuit D66 en hopelijk met zoveel mogelijk andere partijen ons best doen. En als het te langzaam gaat, spreek ons erop aan. Geef ons een schop onder onze reet, zodat we ook in politiek Den Haag racisme aanpakken. Heel erg bedankt. Oké, okay, thanks. Goed weekend en succes in Utrecht. Dankjewel. Bye.